Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Ja, Ramon, heb je je competitiedebuut, maar dan is het wel balen dat je dan niet wint, hè? Ja, dat zeker. Je wil altijd debuteren, dat is fijn. Maar ja, debuteren met winst is natuurlijk nog veel mooier. Dit is wel een deceptie. Wat was de reden dat je moest invallen? Ja, Sander die had voor de wedstrijd wel last van de hamstring. Donderdag voelde hij het ook wel aardig. Maar ja, hij wou het proberen, maar in de rust zei hij van nee, ik ben niet fit genoeg om te spelen, dus wissel maar. En dan mag jij erin en dan sta je 2-2. Mooie eerste helft, dan heb je in ieder geval nog vertrouwen van, wordt in ieder geval een spectaculaire tweede helft. Ja, daar hoop je wel op en dan het liefst zonder tegengoals. Aan mijn kant, dan weet je dat je minimaal gelijk spel hebt. Maar het mocht niet zo zijn, we hebben de tweede helft te weinig afgedwongen volgens mij. Ja, want bij die 2-3 komt er eerst een schot, daar zit je nog goed bij. Ja, hij raakte me helemaal verkeerd, die jongen. En ik tik hem nog naar de zijkant. Ik kon hem niet pakken. Hij was buiten mijn bereik. Ja, dan wil je hem zo ver mogelijk naar de zijkant tikken. En ja, daar staat de rechtsbuiten van Rijnsburg. En die kon hem een leeg doel tikken. Ja, dan is dat gewoon ook een beetje pech hebben, denk ik. Het contrast tussen de eerste en de tweede helft was groot. Waar lag dat aan? Ja, de eerste helft lieten ze ons de opbouw. En dan konden wij vrij gemakkelijk de vrije man vinden. Ja, en toen waren we gevaarlijk. Speelden we bij Vlaag goed voetbal volgens mij. Ja, de tweede helft zet ons vanaf het begin gelijk vast en dan moet je vanaf je eigen doel moet je al lang gaan spelen. Ja, en dan wil je natuurlijk op Rob, die is kopsterk, maar daar staat ook Poku met 2,10 meter, die staat ernaast en ja, dat is bijna een onmogelijke missie. Vond je het ook slordig voetbal? Want aan beide kanten, dus ook van HZ, maar ook van Rijnsburg, was best wel veel balverlies. Ja, juist door de balverliezen wordt het misschien een aantrekkelijke wedstrijd, maar het was zeker niet goed. Maar ik denk... Ik denk dat er wel meer in had gezeten dan een 3-2 verlies. Is het dan terecht verwis of niet? Nou, ik denk als je bij basis van de eerste helft en tweede helft als je dat vergelijkt, dan is denk ik een gelijkspel is dan meer op zijn plaats geweest. Nou, Rijnsburg is nu aan de gelukkige kant, helaas, voor ons. Nou, nu moeten we zorgen dat we niet in een neerwaartse spiraal komen, maar dat we gewoon volgende week naar Barendrecht weer 3 belangrijke punten halen. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.